Hunker jij ook zo naar zonnig en warm lenteweer? Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou, want dat grijze en natte weer van de laatste maanden zijn we voorlopig kwijt. Tijdens de eerste dagen van maart is het nog wel wisselvallig, met de afwisseling van wolken, zon en enkele buien. En de temperatuur die ligt dan rond een graad of 10. Na het weekend dan wordt het geleidelijk overwegend droog en dan kunnen we de zon ook regelmatig flink zien schijnen. Bij voldoende zon kan de temperatuur dan later volgende week oplopen richting 13 graden. Dan zal dat lentegevoel echt wel komen en de natuur zul je langzaam gaan zien kleuren. Halverwege maart dan lijkt de kans op regen geleidelijk weer iets toe te nemen. We verwachten geen hele natte toestanden, een normale hoeveelheid regen en in maart betekent dat niet dat het langdurig en veel regent. In maart valt de regen meestal in korte tijd en overheerst het droge weer. De temperatuur ligt daarbij boven normaal met 10 tot 15 graden, waar een graad of 9 normaal is. Voor het einde van maart tonen de weermodellen wel weer signalen voor natter weer dan normaal. Dat komt omdat regenzones vanaf de Atlantische Oceaan ons land weer vaker weten te bereiken. Hoe warm het daarbij is, dat is onzeker. Het meest waarschijnlijk is dat we met zuidwestenwinden te maken krijgen. En dan is het wel zacht met overdag een graad of 12 en vooral hoge nachttemperaturen. Maar er is ook een kans dat de wind naar het noordwesten draait. En dan krijgen we te maken met de typische maartse buien met hagel en natte sneeuw. En dan halen we de 10 graden niet meer. Maar komende week kun je in elk geval genieten van wat mooie lentedagen. Tot de volgende keer!